Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Vandaag staat er een redelijk grote taak op mij te wachten. Jawel, ik moet naar YouTube surfen. En daar moet ik een en ander gaan uploaden. Jawel, nog mijn vlogs die deze nacht dus dan klaar zijn geraakt met het opslaan. Dus er zijn geen problemen momenteel, dus dat is ook al goed. Alleen, ik neem mee tot waar dat ik ben gebleven. Oké, ik zie het hier. Ja. Dus ik ga 3 video's uploaden. En dat is een TikTok filmpje. Dus hashtag TikTok. Voilà. Dan gaan we bij shorts zetten, want het zijn short moviekjes. Volgende inkomsten genereren, ja natuurlijk. Voilà, klasse. Dit, blablabla. Dat kan zijn dat er wel een en ander ook nog wel in zet. Dus staan dat ik die nog niet ga direct publiceren, maar wel al in de upload ga gooien. Dus die gaat sowieso de vrijdag om 8 uur gaat er een TikTok-filmpje online komen van de 21.01.2024. Dus zeker op 26 januari ook terugsurfen naar mijn kanaal. En dan ga ik die lanceren om 5 uur, om 17 uur. Voilà. Bij deze, dan weten jullie dat. Dat was de nummer 1 wat ik moet doen. De nummer 2 wat ik ook omhoog moet doen is Mombeek tijdens sneeuw moet ik nog uploaden. Voilà, Mombeek tijdens sneeuw, vlog. Op die daad, hashtag doe ik altijd. Het duurt 37 minuten om al te uploaden. Amai, 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 amai. Dat gaat omhoog naar 40 minuten. Ja. Dus ik kan mijn computer weer al even aan blijven staan. Yubikaye. Melding versturen, yes, natuurlijk. Die gaan we inplannen om 16 uur, dus om 4 uur. Dan moet ik nog 10 minuten werken. Jee. Dan de volgende filmpje. Staat nu al op 42 minuten. Video uploaden. Dan hebben we nog over mijn gevoelens gepraat. Vlog 17:30. Dus die gaat nu ook al in de upload en die komt online om de gebruikelijke 19 uur. Voilà, en die duurt ook nog eens een keer 40 minuten om up te loaden. Ja, YouTube, je weet, Psycho TV is 3 filmpjes aan het uploaden. Je voelt het, je voelt het, je voelt het misschien. Voilà, plannen. Dus als YouTube vertraging heeft, dan kan misschien zijn deur mee. Sorry. Voilà. Dan ga ik nu nog wat koffie drinken. Straks na mijn werk ga je de Q&A opnemen. Dus om kwart na... kwart na 7 is mijn vader er. En die gaat dan mij brengen naar het werk toe. Dat mijn wagen nog altijd in de garage staat. Jawel, nog altijd, nog altijd. Nog altijd. Kan ik niks aan doen. En kijk eens hier. Voilà. Ik ga jullie licht aandoen en dan zien jullie het beter. De koffie is gezet. Nu ga ik nog een lekkere tasje koffie drinken. En dan sabiet ribbedubie naar... Niet naar Walibi, maar wel naar mijn werk. Jojojo. Jawel, dames en heren, we zijn er nog een keer. Even nog een kleine fragmentje. Jawel, je hoort het. Ik draai aan het rad. Dus we zijn met de rug aanbeland. De naam van een liedje. Of een muziekinstrument. Laat het hier in de comments weten. Dus veel succes. En nu zal ik zeggen, misschien is het beter al de Q&A. Misschien ga ik nog zeggen van wat ik heb gedaan op het werk. Dat weet ik nog niet. Dus dat zie ik allemaal wel straks terug. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Zo mensen, ik ben hier nog lekkere vanillepudding aan het maken.
Een verrassing voor iemand. Jawel. Voor mijn schatje, die eet dat ook wel eens graag. Zo lekkere vanillepuddingske. Ik ben 1,5 liter aan het klaarmaken. Dus dat gaat smaken. En dan nog s'avonds schindert de Q&A. Hallo allemaal. Welkom op de Q&A. Voilà. Dus ja, ik heb ook wat voorgevlogd en al, dus dat staat hier nog op. Dus dat ga ik zelfs ook nog allemaal op mijn computer gooien. En mijn auto is nog altijd stuk. Dus mijn verplaatsen kan ik momenteel ook nog altijd niet. Die is nog altijd binnen bij de garage. Maar ik heb zo net ook wel goed nieuws te horen gekregen. Ik zal het zo zeggen. Dat hem wel hersteld is. Dus alleen moet hem nog uitgelezen worden en gereset worden. Bij deze. Voilà. Dus, we gaan eens beginnen aan de Q&A van Discord. Wil je eens een vlog maken waarin je YouTube creator statistieken met je overloopt, zodat je ik kan uitleggen wat deze betekenen en hoe weinig mensen effectief kijken naar uw video's? Nee, dat blijft encrypted. Dat is iets wat voor elke YouTuber privé blijft. En ik heb hier ook nog een heerlijke pudding. Oh, lekker. Mm-hmm. Maar het is nog wel warm. Oké. Okay. Olivator, ben je nog actief op dat is privé? Maar eigenlijk kan ik je vraag wel beantwoorden. Ik zal het zo zeggen. Ben je nog actief op puntje? Nee. Heb je een sterrekken of sterren al rondeken? Of is het sterren al een rondeken? Dat gaat u ook niet aan. Hoe is het met Bea? Met Bea gaat alles goed. Nee, dat heb ik niet meer gedaan. Wanneer droombeelden in Vlosken? De droombeelden die komen eraan als mijn gsm ook hersteld is. Dus het ligt ook een klein beetje aan Glenn van Evelien. Als hij hersteld is, kan ik daar ook weer op die applicatie en al op installeren. Voilà. Wanneer gaat die vlag weg? Wanneer dat die vlag weggaat, is als er iemand een CycloTV vlag voor mij heeft of zo, of wil sponsoren. Dan hang ik die daar integraal. Maar integraal, die blijft daar nu continu hangen. Omwille van dat ik achter hun dingen staat. Voilà, of staan. Oké, wanneer nog eens chipilata eten van de mama? Ik heb dat vandaag gegeten. Vorige week maandag gegeten. Ik heb dat morgen opnieuw eten. Dat wel met spinazie. Vervangen door blablabla. Oké. Door gele currysaus. Oei. Ik gooi mijn koptelefoon eruit. Even terug eens insteken. Valassa, Sasakis. Dan heb ik Sibiet de volgende vragen van. Dames en heren, ik ben even zo gauw iets anders bezig. Weer al onprofessioneel, natuurlijk. Valassa. Van Fred Kroket. Wat moeten wij als fans doen om je nog eens met andere haarkleur te zien? Ah, wel. Ik heb dat eens ooit eens gezegd geweest in een vlog. Als ik 10.000 abonnees heb. Als ik 10.000 abonnees heb, dan kleur ik mijn haar in een bepaalde kleur. Ik weet niet meer juist welke. Als ooit een fan van mij weet nog welke haarkleur het is, dan mag je dat altijd laten weten.
Je weet toch dat mensen MRT, erge lactose-intolerantie, nog steeds geen melk kunnen eten, hé? Melk eten? Melk drinken, ja. Ik vind dat heel erg, Fred Kroket. Ik vind dat echt heel, heel, heel erg. Omdat er heel veel voedsels worden voorbereid met melk. En dan moeten die ook weer een bepaalde... pilletje innemen om dan toch zo'n melkproduct dan te kunnen eten, waardoor dat ze dan geen maagproblemen dan kunnen hebben. En dan nog, kipknot heeft er redelijke wat vragen. Eigenlijk is het maar 15 vragen, maar oké, we zullen uw dingen eens afgaan. Het sneeuwt, hier enkele vragen over sneeuw. Wat is je favoriete herinnering aan een ervaring met sneeuw? Wel, een hele leuke ervaring is dat ik naar Petrange ben gegaan toen hier eigenlijk heel weinig sneeuw lag en al. En ja, mijn wollenmaatje heeft dus aan mijn... Ja, ik kon niks meer zeggen. Ik was op één slag tijd helemaal verkocht. Ik was echt verkocht. Met, ja... Zoveel sneeuw had ik toen nog nooit in mijn eigen leven gezien. En zij nam mij dan daar wel mee. Oh jawel, ik ben nog wel eens ooit eens naar Oostenrijk geweest met skiklassen. Skiklassen. En ja, daar heb ik dan ook nog wel veel sneeuw gezien. En dat was in Oostenrijk. En daar zat ik wel heel snel... op de zwarte piste te skiën. En daar was ik wel, echt heel blij om. Hou je van sneeuwpoppen maken, sneeuwballen, gevechten of beide? Sneeuwpoppen maken niet meer, maar wel zo nog eens zo'n engel. Dat moet ik nu hebben gedaan, hè, met die sneeuw. Zo'n engel hebben gemaakt. En dan sneeuwballengevecht, ja, dat kan er nog wel eens vanaf. Heb je een favoriete wintersport, zoals skiën, snowboarden of sleeën? Ik heb het al gezegd, skiën. Skiën op beide latten, daar wil ik nog wel eens integraal gaan doen. Dat is terug mijn ultieme droom. Ik geef dat ook eerlijk toe. Omwille van dat ik ook met buitenmaat zit, dus ik kan ook heel moeilijk skiën ergens... skiën, latten en al huren. Skischoenen, skilatten. Want het moet op mijn maat gemaakt worden. Welke winterse activiteiten geniet je het meest als het sneeuwt? Wel, de witte landschap. De witte landschap vind ik echt heel mooi. En dan die pootjes soms daar ook in. Ja, dat vind ik... Dat maakt het af. Wat vind je het mooist aan het... Wat vind je het mooiste aan een met sneeuw bedekt landschap? Ik heb het juist even verteld. Heb je ooit een speciale traditie of ritueel gehad met betrekking tot sneeuw? Nee. Wat is je favoriete winterse drankje om op te warmen tijdens de koude dagen in de sneeuw? Ja, hier in België is dat... zeg het... Lekker warme chocomelk. Af en toe pak ik wel eens een hapje. En in Oostenrijk was dat dus skiwasher. Skiwasher. Dus even kijken als ik dat nog kan vinden. Skiwasher of zoiets. Oké, even mijn beeld erbij pakken. Oh, dat was hem niet. Voilà. Dat is dus een skiwasher. Dus dat dronk ik echt heel, heel, heel graag. En als iemand dat nog eens vast kan krijgen voor mij... Je hebt mij verkocht. Je hebt mij dan verkocht. Dat geef ik eerlijk toe. Je hebt mij dan verkocht. Dat is me echt oprecht... Ik mis het... Mijn aller, 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 aller,
allerlievelingsdrankje wat je ooit hebt gedronken? Ja. Wat is de gekste of de grappigste dat je ooit hebt meegemaakt tijdens de sneeuwstorm? Ik heb niks grappigs meegemaakt of de gekste dingen meegemaakt tijdens een sneeuwstorm. Welke kledingstukken of accessoires zijn onmisbaar voor jou in de sneeuw? Als ik dus ga skiën, het is ook een skibril en al. En ook alle veiligheidsaccessoires erbij. Voilà, dat geef ik ook eerlijk toe. En de kledingstukken ook lekker, dus ook lekker een skibroek en al, dat dat goed dik is aan mijn benen, dat dat niet echt te koud aan mij kan geraken. Wat vind je het meest uitdagend aan sneeuw en hoe ga je daarmee om? Het meest uitdagende van sneeuw is, ja, het is rijden door de sneeuw. Hoe ga ik daarmee om? Gewoon rustig proberen te blijven. Probeer dan ook echt de kalmte en al. En ik ben samen met mijn maatje ook al eens naar de Ardennen getrokken, dus naar Patrage en al, toen daar ook sneeuw lag en al. Ik heb toen gereden en al. En hoe ging ik daarmee om? Ik probeerde mijn rust ook te bewaren en heel rustig in en uit te ademen. En dan gewoon ook de focus leggen op de baan. Niet op de landschappen, maar wel op de baan. Heb je ooit een winterse vakantie of sneeuwbestemming bezocht die je ten zeerste zou aanbevelen? Ja, Oostenrijk. Oostenrijk, dat is nog altijd mijn favoriete skibestemming of ski, hoe noemt het? Sneeuwbestemming. Wat is je favoriete winterse lekkernij? Wel... Ja, warme chocomelk, hè. Tijdens de winterse dagen. Als je kon kiezen, zou je liever een gebied wonen waar het altijd sneeuwt of waar het nooit sneeuwt? Ha! Miljarden! Oh my fucking god. Kipknots. Is dat echt waar? Stel je zo'n vraag aan mij? Stel je echt zo'n vraag aan mij? Nee toch, kom aan. Ik denk dat je ook een bepaalde tijd ook de sneeuw dan zit beu gezien. En dat je dan zegt van ik wil nu nooit meer sneeuw zien. En dat je dan naar de zonnige gebied gaat trekken en dat je dan daar nooit meer sneeuw ziet. Dan denk je van oh, ik wil nu wel nogmaals eens terug sneeuw zien. Kan daar niet zo echt een antwoord op geven. Wat is je ultieme sneeuwdroom of avontuur dat je nog wilt beleven? Dat ik terug kan skiën. Als iemand van mijn kijkers skischoenen hebben met maat 50-52, ik wil wel komen passen altijd, moet ik het altijd laten weten, hè. Moet ik het altijd laten weten. En dan heeft zij ook nog andere vragen, niet meer over sneeuw, maar over gewoon nog enkele andere vragen. Wat is je favoriete manier om natuur te behouden? Wel, geen sigarettenpeuken of zo, of papiertjes of zo, langs de kant of langs de weg gooien. Nee. Wat ik meestal doe is die tabak daar zo aftikken. Dat vergaat, want dat is hout. Dat is natuurlijk. En dan die watjes, die steek ik gewoon in mijn broekzak. En als ik ergens onderweg een vuilbak tegenkom, deponeer ik dat gewoon in de vuilbak. Als ik geen vuilbak tegenkom, dan hou ik het bij het op in mijn thuis en deponeer ik het hier bij mijn thuis in de vuilbak. Hoe ga je om met je drukke agenda? Ik heb nu momenteel een drukke agenda. Wat momenteel wel op mijn agenda staat, dat kan ik jullie wel al even geven, is Frecomatic, dus FOM, die doorgaat op 16, 17 en 18 februari 2024. En we zitten boven de 500. Oh my god. Oh my god. Live op tijdens mijn opname valt mijn vlag toch niet. Oh my fucking god.
Oh my fucking god. Voilà, ik heb het teruggehangen. Nee, mensen, nee. Oké. Ik ben nog even zo heel snel aan het kijken. Ja, we zitten echt pal tussen de redenen. We zitten nu momenteel dus bij FOM. Als je ons wilt zoeken, zitten we op T44, T43 en T42. Dankjewel. Dus Frecomatic, 16, 17 en 18 februari in de Oktoberhallen in Wiezen. Dan heb ik ook nog X-Lan. Daar wil ik ook nog naartoe gaan. Dus even kijken wanneer dat die weer al was. X-Lan gaat door op... 19, 20 en 21 april. En dan ga ik ook nog naar 66-Lan. Dat staat dus ook nog op mijn programma, in mijn agenda. Deze gaat door op 12, 13 en 14 april 2024. Maar, op 66-Lan heb ik ook nog iets te zeggen. 66-Lan, ik werk samen met 66-Lan en 66-Lan werkt samen met mij. Dus wat we kunnen doen is, gewoon ga naar mijn website toe, www.psychotv.be. Klik ook op de nieuwspostje van 66-Lan. Ik ga jullie dan eens even meenemen. Dus ik zit hier op de 66-Lan website. Maar ga dan gewoon naar de Psycho TV website toe. En klik hier op 66-Lan 2024. Hier staat een URL'tje. Klik daarop. En je komt wel verder. Het is een hele toffe LAN-party hoor. Laat ook eens een leuke reactie achter voor de LAN-party. Misschien een positief feedback van de vorige 66-Lan, hoe je het vond, ja of nee. En we hebben ook een Discord-server voor LAN-parties. Dus als je een LAN-party-organisator bent, verspreid het ook onder jullie deelnemers en al. En ja, gebruik die server. En ik zal zeggen, waarom roep ik dat op? Zo kunnen jullie ook reclame maken voor andere LAN-parties. En zo kunnen jullie misschien wat meer deelnemers bij elkander krijgen. Voilà. Bij elkander. Lokken, tot zo zeggen. Oké. Wat is je favoriete reisherinnering? Mijn favoriete reisherinnering, dat was in Spanje. Of was dat Italië? Ik weet het dus echt niet meer. Maar ik heb er wel een verhaal rond. Ofwel is het Spanje, ofwel is het Italië. Een van die twee landen. We waren dus naar... Dus ik zat ook in een pretparkvereniging, Rollercoaster Friends. We zijn dan naar een bepaald land gegaan, daar gereisd. We hebben daar huurwagens gehuurd en al. Ik was dan nog geen chauffeur en al. Oké. Okay. Laatste dag. Spreken we af dat we een uur op voorhand, dat de pretpark sluit, verzamelen. Aan de ingang / uitgang. Oké. Dat werd gedaan. En dan in één keer rijden we gewoon de parkeerplaats uit. Zaten we toch niet in de file? En dan hebben we gekeken. File tot en met de luchthaven. Dat meent je toch niet? Nee, stress tot en met. Gaan we ons vlug op tijd halen? Dit, dat. Maar uiteindelijk hebben we wel de vlucht op tijd gehaald. We hebben eigenlijk gehaast voor niets, want in Charleroi was er ook heel veel sneeuw gevallen. En daardoor heeft ook onze vlucht dan ook nog een vertraging op gehad. Maar ja, we hebben ook wel ondertussen tijd voor naar de luchthaven te rijden. Van in die bepaalde land. We hebben ook wel politie-escorten gekregen. Dus dat was ook wel heel mooi. Omhoog dat we daar met een hele grote groep aanwezig waren. En ja... tijdig aan het luchthaven moesten zijn, of anders ging onze vliegtuig met een halve capaciteit vertrekken met ons. Salut! Dag Belgen! Blijf maar lekker in die land! En dan konden we nog wel eens ergens een overnachting gaan zoeken, maar dat was dus uiteindelijk niet nodig.
Dat was een favoriete raceherinnering waar ik altijd heb bijgehouden. Altijd, altijd, altijd. Hoe belangrijk is de persoonlijke groei voor jou? Niet zo echt. Ik wil altijd doorgroeien. Altijd, op elke manier hoe het gaat. Wil ik altijd doen. Voilà. Wat is jouw favoriete manier om jezelf uit te dagen? Om elke dag ter wereld te verstaan voor mijn vrienden, familie. Zelfs mijn schatje. Die hoort daar ook bij, natuurlijk. En dat geeft me ook altijd leuke uitdagingen om weer al een nieuwe start te nemen. Elke keer een nieuwe dag, een nieuw begin. Dan, hoe breng je de tijd door met vrienden? Wel, ik spreek eens af bijvoorbeeld. Hup, ik pak mijn gsm'tje erbij. Hup, zet rekens. Ik vraag dan achter bijvoorbeeld, pak Evelien. Ik spreek er dan mee af. Hup, zet erin. En we gaan kijken wat we dan samen kunnen doen. Bijvoorbeeld hier Rummy Cup spelen, Uno spelen. Hoe noemt dat ene spel? Ik kan ook nog Uno Flip. Ja, Uno Flip. En dan was er dan ook nog zo'n spelletje waar je van 1 tot 13 dan moest leggen. En dan als je de 13 hebt gehaald, kon je weer dan opnieuw. Dan was je hoopje moest dan zo snel mogelijk ook opgeraken. Voordat er een andere speler het hoop had uitgespeeld. Van zijn eigen. En voilà. Wat is je favoriete manier om je gedachten te ordenen? Je favoriete manier, dat heb ik niet, meneerke. Meneerke Kipknots, dat heb ik niet. Hoe belangrijk is lichaamsbeweging voor jou? Ik ga daar echt een heel eerlijk antwoord op geven. Misschien lijkt het niet zo, maar ik vind het wel belangrijk. Ik vind wel dat mijn lichaam genoeg beweging heb. Ik probeer ook dan altijd zo wat jobjes te krijgen ook op mijn werk, waar ik ook van punt A naar punt B, van punt B naar punt A moet gaan weer al. En dan zo dingen moet doen. Dat ik ook veel kan wandelen. Voilà. Wat is je favoriete manier om je community te dienen? Ik heb geen favoriete manier. Nee. Om een Q&A's altijd te doen met jou, samen met jullie. En dat er altijd hele leuke vragen altijd binnenkomen. Van jou ook. Ik heb ons echt. Dit zijn nu echt de fantastische vragen waar ik mijn tijd er ook wel voor insteken en al. Dus doe zo voort. Hoe ga je om met onzekerheid over de toekomst? Hoe ga ik daarmee om? Ik kijk heel weinig naar het nieuws. Dus ook naar politiek en al, daar ken ik totaal niks vanaf. Wat is je favoriete seizoensgebonden activiteit? Zwemmen. Zwemmen, dat doe ik echt heel graag. En dan hebben we nog eens een keer Fred Kroket. Vind je Marie Verhulst knap? Zou je ze doen? Zou je dan Samson ook ontarmen als jouw hondje? Wat vind je van Marie Verhulst? Ja, Marie Verhulst, dat is ook wel een hele mooie meisje. Maar ik heb iemand. En daar moet ik mee trouw aan blijven. Voilà. Dit waren de vragen op Discord. Dan heb ik ook nog vragen op en natuurlijk op zeg het, op YouTube. Vraag 17. Oké, wacht, we moeten dit doen. Zo ja. Vlog 1725, 8 reacties. Boelis Beer NFT. Die regenboogvlag aan de muur. Haha, je hoort erbij hoor. Ik zou alleen nog blauw haar nemen. Oké, ik zal dus dan. Als ik de 10.000 abonnees heb gehaald. Dus abonneer. Zal ik mijn haar blauw verven. Deal. Bobbert. Iets waar je op kan schrijven met een A is een agenda. Of ja.
Mijn vriendelijke groeten, bedankt. Dankjewel, Bobbert, dat je meespeelt. Dan, BRNT, is uw taak om mensen te zoeken voor uw podcast? Ja, dat is ook weer waar. Ik hoop dat Exo nog wel eens wilt, dan misschien wel online. Dus Exo, als je dit hoort. Waarom geen vlog op kleine kamer? Ik weet het niet. Is de podcast via Discord? Ik kan dat ook wel via Discord gaan doen, denk ik. Ja. First last. Oké, okay, ja, ik geef ook een duimpje omhoog. Dan boterham vlogs. Jij zou beter ook even vaak antwoorden op Discord, gelijk dat jij antwoordt op B. Ja. Dan zou uw kanaal nog eens stijgen in abonnees. Maar dat kan jou geen zak schelen, maat. Boterham vlogs. Ik denk dat mij daar wel een zak kan schelen, want ik pak nu ruimtetijd om jullie vragen ook mee te beantwoorden. Dan heb je nog een iets gezegd. Jij moet zelf mensen vragen voor podcast. Niet wachten tot mensen zich aanmelden. Ah, oké, okay, dan ga ik dat ook zo doen. Boter en vlog, wilt jij misschien eens meedoen met mijn podcast? Laat het hieronder in de reacties weten. Dan vlog 1726. Daar verschoot ik even van. 528 views. Weergaves, hè. Wauw. Oké. Okay. We gaan verder. Dan, off topic. Ken je Taki de Kriek uit op Grimby, Maasmechelen? Nee. Want ik ben niet van die kant en Taki de Kriek ken ik niet. Zullen we eens even kijken, dat is in Beringen. Ken ik niet. En ik zal er ook wel nooit naar binnen gaan, omwille van, wat ze daar opdienen. Het ziet er allemaal heerlijk uit. Echt waar. Ik geef dat eerlijk toe. Het ziet er allemaal heerlijk uit. Ik ga jullie even meenemen. Voilà. Het ziet er allemaal echt heerlijk uit, dat ziet je. Ik vind het alleen jammer dat ik het niet kan eten. Nee. Jammer genoeg niet. Het ziet er allemaal heerlijk uit. Ziet dat eens. Oké. Okay. Dan Bear Force One. Dimi, vraag je, als je een huurwagen hebt, waarom stap je dan? Ja, ik moet toch naar die huurwagen wandelen? Voilà. DNMPX. Ik kijk je video's regelmatig. Je maakt een goede vlog. Ga zo door. Is het je hobby of werk vloggen? Ah, wel, DNMPX. Momenteel is het nog altijd een hobby. Ik verdien daar heel weinig aan vloggen. Ik geef dat ook eerlijk toe. Als ik er eindelijk geld kan uithalen, dan kan je er misschien dan wel echt minder job van maken en knallen. Bonnie Crusher. Zonnebrilletje. Dankjewel. Oké, okay, koop je haar onderbroekje in. Ja, oké, okay, dus dat is allemaal al eens beantwoord. Voilà, oké. Okay. Dan zitten we aan de vorige Q&A. Daar zijn in totaal 5 reacties op gekomen. First last met een hartje. Een hartje terug, alsjeblieft. Alsjeblieft, first last. Marcel, weer 2 dagen geen video. Terwijl er nu genoeg te filmen valt in de sneeuw. Ik weet het, ik heb mij weer laten hangen. Olé, olé. Oké, Emiel, dan 12 minuten lange Q&A. Zeko TV gaat achteruit. Ik denk het niet. Qua views te zien zijn we terug op de goede pad aan het gaan. Alleen, ik moet het volhouden. Ik moet het godverdomme volhouden, Emiel. Ik moet het volhouden. That's it. Ik moet het volhouden. Bees. Of zoiets. Beask. Dus B-E-A-S-T-X-L-N-X-Bet.
Oké. Peter Maatwijkers, zegt hij. Oké. En dan hebben we nog de Limp. Verbrand die vlag daarachter. Die vlag hier, moet ik die echt gaan verbranden? Ik denk dat jij dan heel veel mensen achter u hebt staan. Als ik die vlag ga verbranden en ook in mijn vlog ga steken dat ik die aan het verbranden ben, gegarandeerd dat ik heel veel mensen achter mij aan heb. Echt waar, dat doet je niet. Dan hebben we vlog 1727, daar zijn 14 reacties op gekomen. Amai, amai, amai. Benny de Slimste, jij kent er niks van. Ik heb een elektrische wagen en die is met een snellader op 20 minuten voor 80% opgeladen. En kan dan 500 kilometer rijden. Stop integraal met uw leugens te vertellen, Soefin. Ik ga u één ding zeggen, als die start klaar is, 100% hier in Alkekuk, kun je er maar 230 kilometer mee rijden. Dan Studio Jojo, saaie vlog, sorry, oké, dat is jouw eigen mening. Encrypted, wanneer eerste accident doen met gehuurwagen? Nooit! Want, heb ik het gehoord? Nooit! En ondertussen tijd is mijn pudding op. Jij gaat nooit een elektrische auto kunnen kopen, want jij bent te arm. Wie weet dat? Wie weet dat? Zeg nooit nooit. En Credit, waarom doet jij de sneeuw niet van uw schoenen voor je binnenstad? Jij vuil vettig ventje. Jij bent de enige die vuil maakt binnen. Dat is niet waar, want andere mensen hebben het hier ook vuil gemaakt. Ingrid, het is uw eigen verantwoordelijkheid van het voetpad sneeuwvrij te maken, lomperik. Oké. Dan Bonnie Krusser, onze A-set. Waar dat? Waar is onze A-set? Ik steun ook wel A-set op de achtergrond, wat hij allemaal nu moet doorstaan van rechterlijke dingen. Pony Krusser, goede vlog, hartje. Oké, hartje terug, alsjeblieft, 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 alsjeblieft. DNMPX, medicatie is ook niet veel schermen doen. Is slecht voor uw ogen. Medicatie is ook niet veel schermen doen. Is slecht voor uw ogen. Hoe bedoelt je? Laat het hieronder eens even in de reacties weten. In plaats van uw schoenen is uit te kloppen, nee, die ligt daar gewoon vol met sneeuw op de radiator. Je zit echt in een simpelen. Ik woon hier, ik moet het ook opkuisen, dus ik zal het ook opkuisen, Emiel. Dus dat is mijn eigen ding wat ik doe. Verboden woorden, ben niet gaan werken vandaag. Dat is geen verboden woord. Dat is over één woordje, oei. Gewoon een goede werken als je werkt hebt. Goeie gewoon werken als je werkt hebt. Zonder werk is het ook saai. Dat is ook wel weer waar. Moet jij weer niet werken? Jawel, ik ben nu terug volle bak aan het werken. Dan zitten we zo aan vlog 1728. Daar zijn in totaal 21 reacties op gekomen. Je ziet, ik probeer zoveel mogelijke reacties ook voor te lezen. Als er reacties zijn die niet op de beugel kunnen, die lees ik niet voor, maar ik lees het wel in mei, maar ik lees het niet hardop voor. Oké. Marcel, het is Big Brother meedoen, niks voor jou. Ah, wel. Schrijf mij eens in. Schrijf eens iemand mij eens in Big Brother. En als ik mag meedoen, dan ben ik blij. Dan ben ik echt 100% blij. Daar heb je het ervoor over. Jawel, Marcel. Als je mij binnen kunt krijgen in Big Brother, hè, dan zeg je mij de moord. Dan zeg je mij de moord. Echt waar. En dan moet ik het nog winnen, hè. Moet dat dan zo lang mogelijk ook inhouden, hè. 100 dagen lang, hè. Ah, oké. Volti. Diebe kameraad, uw tanden zijn bijna zwart tegenwoordig. Oei. Ik doe toch elke dag nog altijd mijn tanden poetsen. Ik snap het dan niet. Dan, first last, thanks voor de info. Oké.
Dan Encrypted. Waarom boeit u Moeke u ineens? Je bezoekt die niet. Je praat daar nooit over. Nu en nu is het ziekenhuis slecht belangrijk voor u. Slechte familie, gij. Ik denk nu nog altijd heden aan mijn oma. Dat is niet mijn Moeke. Dat is mijn oma. Moeke zie ik er ook nog eens regelmatig. Daar ben ik blij om. Maar mijn oma, daar was een klein beetje te contact qua verwaterd. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar tegenwoordig gaat het terug heel goed. Last van darmen. Maar wel lekker sandwichje en hotdogs eten. Goed gezond voor darmen. Oké, dan doe je dat de volgende keer niet meer. En Krittet, wat kun je doen in sneeuw? Wandelen, schaatsen, sleden, langlopen, sneeuwengelen maken. Man, wat een dom excuus. Je kunt niks doen in de sneeuw. Vlogger van Nikske, gij. Ik weet het, ik ben een vlogger van Nikske. Oké, dat is jouw eigen mening, Encrypted. Dat is jouw eigen mening. Maar ik ga niet spelen als ik bijvoorbeeld ziek thuis ben gebleven van werk. Chucky Fom, dag Dimi. Hoop dat je oma ondertussen goed maakt met haar pacemaker. Vriendelijke groeten, Chucky. Ja, daar gaat dus eigenlijk alles zeer goed mee. Nu zitten we bij de volgende operatie aan te wachten. Dat is voor haar een nieuwe hartklep. En dat is ook weer al even nagelbijten. Hopelijk komt dat ook nog goed. En ja, moeten we geen bang voor hebben dat er iets gaat gebeuren. Dan Lucas. Stop er gewoon mee, want echt waar, trek op niks uw brolkanaal. Ik geef dat een dislike. Zo van die dingen. Als jij denkt, stop er gewoon mee, maat. Echt waar, trek op niks uw brolkanaal. Dat is jouw eigen mening, Lucas. Dat is jouw eigen mening. Denk ook nog eens 2 seconden na vooraleer dat je nog eens iets post. Dan ben ik jou echt 100% dankbaar dat je leuke dingen ook post. Dat ik leuke reactie daar ook op kan geven. Voilà. Boterham vlogs, last van maagpijn, Dimi. Straks hotdogs eten? Jot. Je weet toch, ga met uw auto driften in de sneeuw. Ik had geen auto op dat moment. Nee. Ik had alleen maar een nieuwe wagen en daar doe ik het niet mee. Emiel heeft redelijk wat reacties gepost. Oké, we gaan eerst alle Emiel reacties voorlezen. Weet jij wel wat Dimi heeft gezegd over de reuzengrommers? Je zegt hij wou enkel maar goed doen. In welke zin dan? Hij heeft het leven van die jongen wel verpest, hé. Ah, wel, Emiel. Oké. Ik ga eens even eens goed nadenken. Op wat ik daarop ga reageren. Of ga ik er überhaupt op reageren? Denk eens ook eens 2 seconden na wat jij zegt. Die mensen van de reuzengrommers, die hebben een moord op zijn geweten. En worden maar gestraft voor 300 euro en een paar uur wijkstraf. Of zoiets was het. Ik weet het niet echt exact. Ik geef het ook eerlijk toe. Het kan zijn dat ik nu wel foute informatie geef. Maar wat wel de juiste informatie is, dat er een jongen is wel eens vermoord is geweest omwille van dat hij tot het uiterste werd gedreven. Tot de dood toe. En omdat de straffen zo licht waren, heeft ACID dat allemaal terug zo wat omhoog gegooid. En daar ben ik eigenlijk blij om. Want die jongens, die moeten niet met een kleine strafje eraf komen. Die hebben wel een mensenleven kapot gemaakt, hè. En daar ben ik kwaad om. Daar ben ik ook kwaad om. Omwille van ook dat bijvoorbeeld ook die ouders van die studenten daar zelfs ook niet eens voor eens hebben ingegrepen. Daar ben ik zelfs ook nog eens kwaad om. Dat kan niet door de beugel. En wat ACID heeft gedaan, de namen vrijgegeven, chapeau.
Dat verdient een duim. Dat verdient echt een dikke duim naar Acer toe. Dat Acer het wel aanturft voor het online allemaal bespreekbaar te maken. En misschien ook met een gevangenisstraf. En een reuze geldboete boven zijn hoofd heeft te hangen. Dat hij dat moet gaan betalen. Maar wij weten sowieso dat alle YouTubers hem gaan steunen. Er gaat ook een crowdfunding zijn om geld in te zamelen om Acer te wat te steunen. Dat gaat er sowieso aankomen. Daar ben ik 200% zelfs zeker van. Dus, voilà. Ik vind het wel erg dat jij uw oma, die op sterven ligt, gebruikt als uitvlucht om niet te vloggen. Zielig manneke. Oké, als uw mama of papa of zo ligt te sterven of zo, of uw oma of uw opa, ik denk ook niet dat je dan even gaat denken van, oh, ik moet nu nog filmen, oh, ik moet nu nog dit doen, oh, ik moet nu nog dat doen voor Psycho TV. Nee, dan staat oma wel op de eerste plaats. Dus dan laat ik even vloggen. Je kunt geen enkel liedje deftig meezingen. Oké. Dat liedje is gemaakt voor 12-jarigen en jij als bijna 40er zit hier op mee te zingen. Hoe belachelijk zit jij, maat? En wel, ga eens naar de dingen toe. Naar de reunie. Van Catnet en al. En Studio 100 en al. Daar komen ook nog heel veel mensen naartoe van mijn leeftijd en al. Die jeugd hebben meegemaakt en al. Die daar nog zitten mee te zingen, mee te brullen en al. Dus, voilà. Dan altijd last van zijn buik. Altijd moe. Nooit niet werken. Jawel, ik ben nu aan het werk. Dan, jij hebt al jaren uw oma niet meer bezocht en nu plots boeit het u wel om met haar gaat. Ja, dat boeit mij heel zeker, want het blijft nog altijd mijn familie. Hoe zit het met Psycho TV? Het is gedaan ermee. Het is brol. Als dat jouw eigen mening is, Emiel, dan is dat maar zo. Dan was er ook nog een tussenreactie gekomen. DJ Temmin Dreamer. Je zit altijd binnen, kerel. Gaat wat ondernemen. Het is iedere dag hetzelfde als je channel wilt laten groeien. Ga erop uit. Doe dingen. Oké. Dan zitten we... Amai. Die staat nog maar een paar uurtjes online, dus dat ga ik dus dan niet doen. En die staat ook nog maar een paar uurtjes online. En daar zijn er ook al 3 reacties op gekomen. Dus even kijken, ik kan nu een F5 doen. Nog maar 3 reacties, oké. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze hele lange vlog en Q&A. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie al te horen wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Wat ik nu nog ga doen, dat is zelfs nog naar familie kijken samen met mijn schatje. En dan, hopelijk... Ik ga nu nog eerst nog de vlog doen. Dan kan ik dan familie. En dan is het tijd om gaan te slapen, want ik moet morgen opnieuw gaan werken natuurlijk, hè. Dus dan weten jullie dat. Wou ik nog even eerst nog iets anders vermelden? Ja, dus ik ga nog eens even zeggen van 666land. Op www.psychotv.be staat er een nieuwspostje over 666land 2024. Dus deze, met de link. Dus ga naar die link toe. Dus https://666-lam.com/tickets/vraagteken-referal. Dus R-E-F-E-R-R-A-L is gelijk aan Psycho. Dus S-Y-C-O. En dan TV hoofdletters. Typ dat in uw adressenbalk. En bestel dan zo tickets. Als er 20 tickets via die link zijn verkocht, dan gaat er een loterij van de pas en daar wordt er dan nog eens 1 extra ticket verloot. Dus ik zal zeggen, veel succes.
En namens van 66 LAN Party en Psycho TV wensen we alle deelnemers veel plezier op de 66 LAN Party University. Jippa! Allee, tot later. Joe.